Let's go. Yo kijkers van mijn kanaal en welkom weer op een nieuwe Fortnite video. Vandaag speel ik weer lekker een potje duo's. Ik ben namelijk samen met Ido. Hallo, Ido. Hallo. Hey, hallo, hallo, hallo. En wij gaan naar de Fatal Fields. Dat is als het goed zo op afstreven, inderdaad. En het zou tof zijn als wij voor deze video 1000 likes halen. Dus wil jij me daar nou bij helpen? Denk je van, nou jongen Roy, daar ga ik je eens even bij helpen, joh, met die 1000 likes. Druk dan natuurlijk even op dat blauwe duimpje. Dat wordt gewaardeerd. En ik heb niet helemaal goed gevlogen, voor zover ik nu kan zien. Want ik moet nu nog best wel een stukje rennen naar het huis toe. Dus ik hoop dat niet in de tussentijd iemand anders mijn huisje gaat bezetten. Want het is mijn huis. Haha. Oké, ik heb in ieder geval een gun. Dus als er iemand binnen is, jongen. Dan ga ik hem eens even aanpakken. Nu helemaal. Ik heb een shotgun, jongen. Nou, jongen. Hier. Hoppakee. Ik moet trouwens die ammo boxes niet vergeten als die er zijn. Ik wil dat nog wel eens vergeten. Maar dit keer wil ik dat niet vergeten. Als ik zie, hier zou een kist moeten zijn. Oh nee, dit kun je niet. Wat de fuck? Zit hier iemand binnen bij mij? Nee, niet. Ja, en een kist zijn nou geloot. Stay alive, baby. Ik blijf. Ik kom er voor je aan, ik moet even één kist looten. Ja, precies dat nou. De salt drive, oh, wat doe ik allemaal? Holy fucking shit. Die wil ik hebben. En ik weet niet of die komt, ik zit gewoon lekker verstopt. Ja, heel goed. Ik loop nu weg uit mijn huisje. Nice. Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Waar loopt hij naartoe? Ja, nee, er lopen hier meer mensen. De ene zit in mijn schuur en die komt me nu halen. Oh, kut, ik ben dood. Kut. Kut. Ja. Nou, kill ze nog even. There you go. Kom maar. Oh. Ja. Ik weet dat er nog eentje was. Wie? Nee, niemand meer hier? Volgens mij. Oké, volgens mij ben ik clean inderdaad. Ja. Nou, oké. Ja, kut dat jij dood bent, man. Dat is wel echt een maakt veel niet kut. Uit. Het kan altijd. Maar ja, ik ga nog even kijken wat ik eruit kan halen voor je, oké? Precies. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Ze hebben nog geen vragen spelen. Ze hebben gewoon helemaal geen bandages, niks. Dat is wel echt even kut. Mm-hmm. Staan die twee grote torens er nog? Nee, dus die zijn ook die al gedood. Die hier volgens mij niet. Ja, jawel. Die heb je in de Fatal Fields heb je die. En in die Anarchy Acres of zo heb je dat ook. Zie je de kist? Hoor je dat links van je? Nee. Ja, dat is dat apparaat hier zo. Dit apparaat mag echt een fucking lawaai, jongen. Dat is echt bizar. Oh. Maar wel scherp van je. Dat moest ik inderdaad ook eerst aan wennen, hoor. Want dat apparaat maakt echt veel lawaai. Zoals ik al zei. En als je het niet weet, dat ding dat is, dan hier ligt ook wel eens een kist. Dit kun je niet. Jammer. Dan gaan we de paardenstal in, want daar moet wel een kist zijn, toch? Hoeft ook niet natuurlijk, maar ja, ik hoor dus twee zelfs. Daar één en hier rechts om de hoek. Heel erg chill. Nice. En wat zit erin? Kijk eens aan. Dit kunnen we allemaal goed gebruiken. Deze kunnen we wisselen. Die shield potion kunnen we ook wisselen. Want die neem ik gelijk even in. Dat wapen hoef ik toch niet namelijk. Die burst gun. Want ik heb twee veel betere assault rifles. Hoed neem ik ook mee. There we go. Dan gaan we hier nog een beetje looten. Voor zover hier nog loot is. Je kan is. Over ja. Die staldingen heen springen. Als je erin zit. Je kan er als het goed is net overheen. Is dat zo? Oh ja. Is dit hoor. Good shit. Want ik zit altijd die deurtjes open te maaien. Maar dat is helemaal niet nodig. Want zo kan je ook gewoon makkelijker zien of er loot is. Kijk. Nice, dat is echt een goede tip voor jou, Ido. I like that. Ik hou altijd van tippies. En. Nee, oké. Okay. Dan komt ie. 1, 2, pop. There you go. Kistje. Wingshield potion. Yo, yo, yo. Ik ben aan het boffen hoor. Niet normaal. Hatsikide. There you go. Dan nemen we deze dus ook weer gewoon mee. En mijn kogels. En die. En dan gaan we even de indeling doen. Namelijk de blauwe assault rifle op plek nummer 1. De groene assault rifle op plek nummer 2. En deze. De cirkel komt eraan, hè? Ja, I know, I know. Waar is de cirkel eigenlijk? Oh, ik moet nog wel even een stukje lopen. Oké. Dan neem ik even deze bandages en dan ga ik gelijk lopen die kant op. 44 mensen live.
Nou, dan gaan we zien hoe ver we gaan komen. Ik wil daarheen het liefst. Helemaal naar de rand van de witte cirkel. Dat blijft gewoon lekker het tactiekje waarmee ik ver weet te komen. Vooral tijdens de livestreams kwam ik de hele tijd heel ver. Toen heb ik de eerste livestream was dat van Fortnite trouwens. En daarin heb ik volgens mij 8 potjes gespeeld en 7 keer daarvan kwam ik in de top 10 terecht. Dus dat was leuk en dat was eigenlijk vrijwel altijd door aan de rand van de witte cirkel te blijven lopen. Daar val je het minste op en kan je zeg maar de andere flanken, dus die wel in het midden van de cirkel zitten, die kan je daarmee als het ware verrassen. Dus dat is een beetje de tactiek, dat is waar we voor gaan. Ondertussen goed om ons heen blijven kijken. Op de berg, volgens mij zag ik daar dingen gebouwd. Ja, er zit nu net een boom voor. Wacht, neem dit even mee. Ja, dat er iets gebouwd was. Als ik het goed zag. Nou, dat kan je vanaf hier niet zien. Nee. En anders, ik denk dat je wel veilig bent. Ja, precies. Ik hou in ieder geval inderdaad ook goed je... Oh, jawel, daar. Dat is je telefoon. Maar hier is wel gebouwd. Huh? What the fuck? Ja. Wat twee dat zijn echt twee hele rare plekken om te bouwen. Waarschijnlijk hebben ze dat gebruikt om naar beneden te springen. Gingen ze eerst op die en dan op slim. Die. Slim. Best smart inderdaad, want dan pak je niet zoveel damage. Pak ze in ieder geval minder schoten. Damage. Oh. Schoten. Niet op mij in ieder geval, dat was niet op mij. Dat was wel verder weg. Dus dat scheelt weer. Maar alsnog ga ik zeker even op blijven letten. Dat doe ik sowieso al natuurlijk, maar... Nu even in het speciaal, als er kogels gelost worden, dan... Ietsjes meer alert zijn. Precies, dus het is altijd extra belangrijk om alert te blijven. Oh, hier rechts heb je toch die... Oh nee, dat is niet hier. Ik dacht dat hier de tunnels waren. Ik heb gelukkig, denk ik, wel genoeg resources om hier over de oversteek. Nou, trouwens, waarom doe ik het moeilijk? Pak de brug wel. Alleen, dan val je wel meer op natuurlijk, als je de brug pakt. Maar ja, dat is dan maar zo. We pakken gewoon de brug. Oh shit, de cirkel, dude. Oh, fucking hell, dude. De cirkel komt echt sneller dan verwacht. Dit gaat me echt super veel damage doen, dat weet ik nu al. Maar hij gaat toch eerst van je Nee, hij gaat niet van mijn armor. Oh, crap. En hier zijn echt super veel bergen waar ik omheen moet lopen. Heb je hout? Do it. Wat? Wat heb ik er nu aan hout? Dat je zo gaat via hoog gaat bouwen. Misschien ben je dan sneller. Ik denk het net aan gaan redden. Net aan. Ja, met echte nadruk op net aan. Ja, ik ga het wel redden. Maar hou ik wel weinig leven over, dat wel. Maar ja, dat is dan maar even niet anders. Als ik het in ieder geval maar red, dan ben ik al blij genoeg. En daarna moet ik weer een heel tyfus eind lopen. Holy shit zeg. Kijk, daar is het einde van de cirkel. Daar is het einde. De storm jongens, de storm. Het doet pijn. Ik heb 3 bandages. Ja, daar ga ik wel wat van healen, maar het is nog niet echt fantastisch. Ja, dit moet ik toch wel redden, of niet? Ja, nou, ik denk echt net aan. Als je nu een trapje omhoog kan bouwen... Nou, ik word echt boos als ik dit niet red. Nou, dit red je. Come on. Oh, echt net aan inderdaad hoor. Jeetje, man. Ik moet nu echt bandages gebruiken, dat kan niet anders. En daarna moet ik weer gaan rennen voor mijn leven. Want de cirkel komt er dan weer aan. Dan overleef ik het niet hoor, als ik nu niet goed ren. Dat is dus, nu ga ik echt rennen voor mijn leven. Holy shit. Want ik moet weer echt een pokke eind lopen. Het is bizar. Mm-hmm. Oké, daar gaan we. Ik blijf in dit geval nu wel even in de rechte lijn van de witte cirkel lopen, want... Misschien is dat ook wel de reden dat ik net zoveel damage heb gepakt. Namelijk dat ik gewoon met een bochtje om de cirkel heen liep. Ja, daar heb ik wel iets gebouwd. Daar ook. Jeetje, hier is echt super veel gebouwd zelfs. Er wordt daar ook geschoten. Er wordt geschoten inderdaad, daar zo. Ga je ermee bemoeien? Nee, ik hoop eigenlijk van niet. Maar ik denk dat ik geen andere keuze heb dan me er wel mee bemoeien. Dat is een beetje het ding. Als je eerst even scout waar iedereen zit... Gaat de sniper pakken. Kom maar. Ja. Kom maar, baby. Kom maar, baby. But we need to run as well. Hij weet het ook. 30 seconden. Daarom. And then it's coming. For you. We both need to run. Rechts van de boom.
Kom maar. There you go. Die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Circle. Ja. Yeah. I know. You need to run now. Yep. Ik denk dat het een lang stuk is om te rennen, maar... Ik ga mijn best doen. Vol naar de cirkel rennen. 34 levenspunten maar ook. Geen bandages, geen medkits. Niks om mij verder te healen. De wapens heb ik, die ik nodig heb om te winnen. Maar de levenspunten, homaar. En hetgene wat ik nodig heb om mezelf te healen, ook homaar. Dus dit kan wel eens een heel lastig karwei gaan worden om dit te overleven. Maar goed, ik heb 57 seconden nog om naar de cirkel te rennen. Ik denk wel dat ik dat ga redden. Alleen vanaf daar is het echt een kwestie van overleven. En bandages zoeken, medkits zoeken. Ik moet echt nog heel veel gaan zoeken, zeg maar. Echt heel veel gaan zoeken, behalve wapens, dat heb ik. Daar heb ik er genoeg van, 16 alive. Maar ja, het punt is nu dus, als ik aangevallen word, het is gewoon einde verhaal. Dan ben je gewoon klaar. Dan ben je gewoon echt klaar. 34 levenspunten, daarmee red je het gewoon simpelweg niet. Wat recht voor je. Achter die bosjes tussen tanks en John in liep die band. Is dat zo? Ja, 100% zeker. Ja, daar loopt hij. Hij loopt achter dat blauwe item. Ik zie hem niet. Ja, je moet de cirkel inrennen nu, eerst. Anders ga je dood. En rechts van je zit er een. Daar nu ergens bij het tankstation, denk ik. Ik kan hem nu niet zien, dus. Oké, we zijn in ieder geval. Ja, wat ik al zeg, ik heb echt medkits nodig. Bandages, noem het maar. Ik heb het gewoon keihard nodig. En ja, die ga ik hier niet vinden, denk ik. Dat weet ik wel zeker, of niet? Want alles is hier geloot. Fuck. Waar de hel ga ik nu bandages vinden? Ik moet eigenlijk hopen dat ik iemand ga killen. En dat hij gewoon een medkit heeft of zo. En bandages en weet ik veel allemaal. Ja, misschien die daar dus rechts van je, want die loopt hier echt nog ergens. Ik weet zeker dat er iemand liep. Ja, oké, dat geloof ik wel hoor, maar... Die gaat waarschijnlijk ook met de cirkel mee bewegen nu. Ja. Oh, lastig dit, jongens. Lastig deze situatie. En kijk, het is ook zeg maar punt, want die gast die ik daarnet killde, dus zeg maar letterlijk de laatste kill die ik maakte, daar lag een hoop loot. En ik heb ook geprobeerd om zoveel mogelijk mee te pakken, zoals die rocket launcher, de sniper en zo. Maar ik had niet heel veel tijd, ik moest gewoon rennen, want anders ging die cirkel me weer kapot maken, om maar zo te zeggen. En dat kan gewoon niet, momenteel. Ik ben niet in de positie dat hij dat kan doen, met zo weinig levenspunten. Wacht eens even. Ja, oké. Dit gaan we even kapot rocket launcheren. Dit wordt echt geweldig. Ja, ik denk dat mijn rocket launcher kogels het net niet redden nu. Ah, jawel. Zo. Wat ligt hier trouwens? Oh, het is echt alleen. Kut. Dat is wel even jammer. Maar ja, I'll take it. Heb ik het kapot gemaakt? Ja. Oh ja, ik heb flink damage gedaan. Nice. Maar ja, ze bouwen toch weer opnieuw, dus skip dat trouwens. Ik waste alleen maar mijn bullets aan die gasten. Yeah. Maar arme Chico. Misschien hebben ze wel gedamaged. Ja, dat zou wel voor chill zijn inderdaad. 4 seconden gaat hij weer shrinken. Ja, nogmaals, als ik nu in de fight terechtkom, zeer onwaarschijnlijk dat ik hem win zonder bandages en zonder medkits. Yeah. Ja, ik kan altijd proberen natuurlijk. Gaat ze niet makkelijk maken, laat ik het zo zeggen. Oh, nice. Dit is precies wat ik nodig had. Oh, en let's moet je gaan rennen? Fucking go. Nee joh, ik zit echt 2 meter naast de cirkel en ik heb nog een minuut. Ja, dat klopt. Ruim een minuut. Oh, dit is echt heel erg chill. Nee, kut. Nu heb ik het precies verkeerd omgedaan. Deze wil ik hier hebben. Bandages wil ik hier hebben. Houd even in de gaten hoe lang ik nog heb, ja? Ja. Je hebt nog 55 seconden. Okay. Je redt het sowieso makkelijk. Mooi. Nou, nu heb ik in ieder geval wat meer kans. 9 mensen alive nog. Ik heb nu wat meer kans om dit alsnog te winnen. Oeh, rechts van je ook. Oh ja, daar is die... Daar is dat mega fort gebouwd, ja. Zo, dat is wel echt een mooi fort. Zit zo ze met z'n tweeën in. Kijk. Dat is deze. Let op. Toch genoeg kogels, bitches.
I've got plenty enough for all. Oh damn. Oh damn. Dat was een goede sniperkogel. Gotta admit that. Point. Oh nee. Never mind. Oh, never mind. Wow. Oh, yo. Damn, dude. Woe. Hou hem maar still alive. Ik snap het niet hoor. Engeltje op een schouder, denk ik. Damn, maar ze weten natuurlijk dat ik achter deze boom zit. Er is geen twijfel over mogelijk. Dus ik moet echt gewoon de hele tijd bouwen voor mijn leven. Shit. Ik zie mijn voeten, denk ik ook. Oh, dit, oh, dit is stom. Dit is stom. Dit is stom. Oh, wacht eens even. Oh, thank fucking god. Ja, oké, okay, we kunnen nog omhoog. Ja, maar alsnog kijk, was het kijk niet naar je slim. Leven. Ja, I know, het was alsnog niet slim, maar ja. Nou. Ja, ja, zuur. Ja, hoe gaan we verder omhoog komen? Fucking hell, dude, het is echt een lang, het is echt een long way to go. Fucking hell. Yes. Nice. Oh nee, dit meen je gewoon niet, dit meen je gewoon niet. Oh, fucking hell, ik had zo boos geworden als ik daar dood ging op die manier. Oké, okay, kom op. Deze sprong, die is echt akelig, lekker. Yes, oké. Okay. Die moet kapot. Oh wacht, ik ga het leuker doen. Die gasten vanaf dat fort, dat zien we natuurlijk nog steeds. Ja. Blijf misschien lekker slalom, nog een rockclownsje erbovenop. Oh, dat is inderdaad wel goed, hè. Ik heb toch niet zo heel veel meer wat ik kan doen met zo weinig HP, toch? Nee, daarom. Ja, trouwens, ja. I don't know, dude. Als ik dit win, dan is het echt bizar. Nog 12 seconden, dan moet je vijf echt in mensen. Je moet echt naar de cirkel rennen, man. Oh, en je loopt nu. Ze zitten daar allemaal bovenop die fucking berg. Mm-hmm. Die fucking dicks. Oké, okay, nou ja. Zijn ze daar weg? Daar rechts van je, daar. I don't know, I mean... I'm inside the circle. Oh, mijn god. Dit kan me wel eens helpen, die airdrop. Oh, zeker weten. Jeetje, wat een loot. Bandages. Ja, maar ja. Open die crate. Shield potion. Golden wapen. Fuck die sniper. Scar. Circles coming. I know. Oh, wat doe ik? Niet buiten de cirkel, Roy. 2 HP. Oh kut, dat doe ik. Let's go. 5 mensen live. Roy, holy shit. Je hebt gewoon 2 HP. Ik begrijp echt helemaal niks van. Ik begrijp het ook niet. Ik heb echt een engeltje op mijn schouder, het is echt bizar. Nou, niet volgens mij 2. Ik blijf hier even zitten, ik vind het even goed. Mijn hart kan het niet aan. Ja, je moet straks wel weer gaan bewegen. Ja, yeah, I know, maar laat hen het maar even lekker eerst uitvechten. Weet je, zij zoeken het maar even uit met hun panfluitjes. Ik vind het even goed, laat ze maar lekker vechten. Ik zie ze zo wel. Bij de endfight. Ik ben de eindbaas voor ze. Er zijn nog maar 5 mensen, Roy. Voor jou dus 4, met jou ja, erbij. Het is bizar. Er is nog iemand genokt out, dus daar gaat sowieso nog iemand nu dood. Ze zitten daar sowieso boven, right? Ja, je ziet ze ook gewoon zitten. Dan gaan we nu proberen te sniperen, denk ik. Schiet hij op me? I don't know. Nee. Oh, hier zit er eentje. Oh, damn. Zag je hem? Ja. Circle is coming for us all, boys. Circle komt er weer aan. En die doet nu echt flinke damage. Kut. Slalom als een motherfucker. Slalom als een motherfucker.
Oh, ik denk dat die overgaat. Wat een kill. Of knockdown, hoe je het wil noemen. En die anderen zitten allemaal buiten de zin. Oh. Rechts beneden zit er ook nog een, hè? Pak ze ammo en zo. Rocket launcher. Roy, what are you doing? One alive. One alive. 1v1, right? Yes, easy. Rechts beneden, rechts. Oeh. Ik vind het zo zuur dat ik nu niks voor je kan betekenen. Waar is hij? Hij zit daar bij de loot, daarachter, beneden bij die buurt. Ja. Ik zal op jou als je rocket launcher hier gebruiken. Let's go. Oh. Meisje. Wat een game, wat een game, wat een game. Wat een hit van zijn shotgun, dat was een goede hit. Dat was een goede hit. Holy shit. Heel goed gespeeld. Dat ik zo ver ben gekomen, is best wel bizar. En dan helaas net niet over de streep kunnen trekken. Maar alsnog, wat een game was dit. Wat een game was dit. Woe! Nou, hopelijk beste kijkers, hebben jullie allemaal genoten van deze video? Ik denk dat hier toch wel wat Fortnite skills eindelijk een beetje echt aan te pas zijn gekomen. Hier moest ik toch wel echt even laten zien wat ik kan. Ik ben best wel trots op hoe het gelopen is. Helaas dus net niet de overwinning, dus wat ik al zei, over de streep kunnen trekken. Maar desondanks vond ik het echt een heerlijk potje. Dus hopelijk vonden jullie dat ook. Doe dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer ook zeker even mijn kanaal, mocht je het niet gedaan hebben. En check me graag weer bij een nieuwe video, morgen om 4:30. Laters!